Yo kijkers, welkom bij deze gloednieuwe video. Vandaag gaan wij de 5 slechtste outro's nadoen. Serieus, de vorige video dat ik de 5 slechtste intro's deed is goed gesupport. 22 likes, super tof. Hopelijk hadden we hier weer de 20 likes op. Eigenlijk had ik deze intro ook gewoon bij de 5 slechtste intro's moeten doen. Maar hadden we hier de 20 likes op, dan komt er een YouTubers imiteren aan. Dus dan ga ik de intro's van YouTubers nadoen. Dus hopelijk willen jullie dat ook. Dus laat er gewoon 20 duimpjes achter. We gaan vandaag dus de 5 slechtste outro's doen. En we beginnen met nummer 1. Dat was dus nummer 1. Weet je wel, dus hier gewoon in beeld. Dank je voor het kijken. Zonder muziek, weet je wel. Best een outro ooit. Dan nu nummer 2. Tof dat jij hebt gekeken in deze video. Doei. Dat was nummer 2. Dan gaan we nu snel door naar nummer 3. Tof dat je hebt gekeken in deze video. Je moet mijn vorige video ook kijken, anders ben je echt een loser. En dan zeg ik nu, kijk de vorige video, met name kan anders echt een loser. Doei! Dat was nummer 3. Dan gaan we snel door. Het gaat wel heel snel deze video. We gaan snel door naar nummer 4. Nou ja, dat is dus ook niet echt de perfecte outro. Dat achtergrondgeluid. Ik heb het erin geëdit, dat snap ik natuurlijk wel. Dus eigenlijk weet ik niet eens of het er wel in zit. Maar dat wil je natuurlijk, daar wil je niet naar luisteren als kijken. En dat snap ik natuurlijk ook heel erg. Daarom heb ik altijd mijn deurtje dicht. En dan hoor je helemaal geen achtergrondgeluid. Wat heel groot pluspunt is. Dan zijn we nu bij nummer 5. Tof dat jij hebt gekeken naar deze video. Nou, zo wil je natuurlijk überhaupt naar een hele aflevering niet kijken. Weet je, meestal knip ik dat soort stukken eruit. Dit was serieus eigenlijk, hè, hoe ik dit heb gedaan. Ik moest het neus ophalen en meestal knip ik dat eruit. Maar ik dacht, dit is ook wel een slechte outro. Ik ben namelijk echt heel erg verkouden. En dat is niet fijn. Maar dat waren dus eigenlijk de 5 slechtste. Vond je deze video nou leuk? Vergeet niet dan blauw duimpje achter te laten. 20 likes. Dan komt er een soort deel 3. En dat is dat ik intro's ga nadoen van bekende YouTubers. Zoals Enzo Knol. Dat ga ik dus doen. Hopelijk jullie die video zien. Dan moeten jullie likes achterlaten. Laat een leuke reactie achter. En dan zeg ik nog maar 1 ding. En dat is later. Eigenlijk als ik hem bedenk, mijn eigen outro is ook niet zo goed.